soms als het even tegen zit en de pijn in mijn lijf niet verdwijnt, doe ik je leven mijn ogen dicht. Je bent de regisseur van het theaterstuk Het meisje met de zwavelstokjes. En hoe is dat om dat weer te mogen doen en wat is het voor een stuk? Het is een familievoorstelling wat met Kerstmis in het Theaterhotel in Almelo. Zoals we vorig jaar ook Scrooge hebben gedaan. En we zijn nu op zoek naar het meisje met de zwavelstokjes. En wordt het een lastige zoektocht? Best wel, want er hebben zich 73 kinderen aangemeld, meisjes. En dat is tussen de leeftijd tussen de jongste is mij 7 en de oudste is 13 jaar. En ja, ik moet nu gaan kijken wie het meisje met de zwavelstokjes gaat worden. Sterren die stralen in de winternacht, daar heb ik op gewacht. Dag meneer, wilt u een zwavelstokje kopen? Wat? Een zwavelstokje. Waarvoor? Voor een beetje licht in deze donkere dagen. Het is Kerstmis. Ja, vertel mij wat. De eerste tijd van het jaar. Echt? Hè? Ja. Hoezo? Hoezo? Nou, iedereen zit gezellig bij elkaar rond de kerstboom. En ik zit elke kerst met mijn vader. Alleen. Oh. Oh, sorry jonge dame. Excuseert u mij dat ik u hiermee lastig val. Wat praat jij erover? Vindt u? U? Zeg maar jij hoor. Ik ben nog maar een meisje. Oh ja. Dat komt door mijn opvoeding. Je speelt me meer parten dan dat het me iets oplevert. U bent verdrietig. Oh, val het op. Je probeert eigenlijk te verbergen. Nee, ik ben inderdaad niet vrolijk. Er zit iets dwars. Wat? U moet uw vader iets vertellen. En dat vindt u moeilijk. Dat klopt helemaal. Hoe weet jij dat? Door te kijken. Van mijn oma geleerd. Ik vind vanavond kerst. Bij haar. Fijn voor je. Fijn voor je. Wat zit je dwars? Nou, vertel. Wat zit je dwars? Nou, ik denk niet dat ik nog met jou ga delen op straat, jongen. Zitten er echte talenten tussen? Heel veel talenten. Maar de een kan soms beter spelen, de andere kan weer soms beter zingen. Dus we moeten echt even kijken wie nou het geschikte meisje is. En dat is best wel een zoektocht, ja. En wanneer wordt dat duidelijk? Nou, er komt nog een tweede ronde. En dan moeten ze nog meer dingen doen, want ze spelen toch wel echt de hoofdrol in deze voorstelling. En dan wordt het volgens mij zo, begin november wordt duidelijk wie het meisje gaat zijn. En misschien wel twee, dat zou ook nog kunnen. Waarom wil jij zo graag die rol? Hoe komt dat? Ja, ik zit zelf ook al op musical bij Calibre Kunstenschool. En ik wil later ook actrice worden. En ja, ik hou gewoon echt van musical. En het theater is gewoon voor mij gemaakt. Het was zingen, voorlezen en een stukje uit de scène.